voorzitter, dank. Ik zal nog eens iemand voor laten gaan bij de politieke beschouwingen. En ik probeer me te verplaatsen in iemand die de hele dag dit debat volgt. En die thuis zit en die zich grote zorgen maakt over zijn toekomst. Hoe betaal ik de rekening? Wat hebben ze daar bedacht? Hoe ziet dat er precies uit? Misschien wel mee te schrijven. Wat zeiden ze nou? Hoeveel kilowattuur? En dan is dit wat je hebt gezien. En dit is politiek op zijn aller lelijkst. Want onze democratie is wat ons het meest weerbaar maakt. Wat onze samenleving anders maakt dan andere samenlevingen in de wereld. Maar het is ook zo ongelooflijk kwetsbaar. En daar zijn we net getuige van geweest. Helaas. Maar mij is altijd geleerd, op de momenten dat je denkt, oh, wat was dit lelijk, dan moet je maar denken, schoonheid kan de wereld redden. Dus ik wil het met jullie hebben over een van de mooiste gebouwen in mijn ogen ooit gebouwd, de Sagrada Familia in Barcelona. Het is een prachtig, ja, een hoogtepunt van de Jugendstil. Het is een voorbeeld van hoe organisch bouwen, hoe je dat vorm kan geven. En als je daar bent en je kijkt naar de pilaren die daar zijn opgebouwd en je let op de details, dan zie je daar de voeten of de poten van olifanten. En als je nog beter kijkt, zie je aapjes verscholen. Het was Gaudi die dacht, geen enkele vorm mag recht zijn. Want zo is de natuur niet gemaakt. En deze man, echt een vakidioot, een van de beste architecten die we ooit hebben gehad, die is begonnen aan die bouw in 1882. En dit moest zijn meesterwerk worden. Hij is overleden in 1926. Dus hij heeft de voltooiing van de Sagrada Familia zelf nooit meegemaakt. En er is hem wel eens naar gevraagd, of in ieder geval dat is de overlevering, ik was er niet bij. Vindt u het dan niet jammer dat u dat gaat zien? En hij zou geantwoord hebben, mijn opdrachtgever, God, die heeft geen haast. En het is dit voorbeeld dat beschreven staat in het boek De Goede Voorouder. Ze proberen ermee te omschrijven wat kathedraaldenken is. Werken aan iets dat groter is dan jezelf. Waarvan je het eindresultaat misschien wel niet gaat meemaken. Maar wat je zo belangrijk vindt, dat je er toch aan werkt. Dag in, dag uit. Met alles wat je in je hebt. Het is het creëren van een betere wereld dan vandaag. Voorzitter, deze zomer was ik met een delegatie van de Commissie Binnenlandse Zaken op een werkbezoek in Suriname, Curaçao en Bonaire. En we gingen daar op zoek naar het slavernijverleden, of wat de doorwerking is in het heden. En toen we terugkwamen daarvan moest ik denken aan die goede voorouder en aan dat kathedraal denken. Want volgend jaar vieren we 150 jaar afschaffing slavernij. En wie we dan eigenlijk niet moeten herdenken zijn de parlementariërs die voor de wet voor de afschaffing stemden. Ook niet de ministers die de wet tekenden. Maar we moeten die helden eren die uiteindelijk het einde van de slavernij niet meemaakten. Tula, Boni, Martes di Catalina Janga en vele anderen. Want zij streden voor iets wat ze zelf nooit zouden meemaken. Echte kathedraaldenkers. En hoe ver staat deze manier van denken af van hoe wij hier met elkaar bezig zijn? Een soort van permanente staat van paniekvoetbal. Staatssecretarissen die iedere avond moeten bellen om te kijken of er nog ergens plek is voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Stef Blok die moet worden ingevlogen omdat het niet lukt om sancties op te tuigen tegen de Russen. Weer een andere oud bewindspersoon, Johan Remkes, die we van stal moeten trekken. Omdat het niet lukt om de rug recht te houden als het gaat over stikstof. Omdat er een coalitiepartij is die denkt dat het eigen partijbelang belangrijker is dan het goede doen voor Nederland. En dan het ontkennen van het kabinet dat er wel degelijk iets mogelijk was in 2022. Door met een energieplafond te komen. Op 8 maart zei Brussel al, het kan. De energiebedrijven zeiden ook al, we kunnen dit uitvoeren als je het maar niet te ingewikkeld maakt. Kijk, de crisissen lijken zich op te stapelen. Klimaatcrisis, koopkrachtcrisis, stikstofcrisis, asielcrisis, energiecrisis, wooncrisis. En afhankelijk van de uitkomsten van het proces Remkes, straks ook nog een kabinetscrisis. Maar dit zijn geen acute crisissen die ons overvallen. Onze tijd bestaat uit tal van crisis die een constante zijn geworden. Een oud tijdperk loopt op zijn einde.
extreme weersomstandigheden, geopolitieke machtsverschuivingen, migratie, klimaat, bestaanszekerheid. Het zijn zaken die op zijn kop staan en het vraagt op een andere kijk naar onze wereld, om creativiteit. Voorzitter, dat we geconfronteerd worden met een crisis in de bestaanszekerheid hier in Nederland. De acute oorzaak ligt in de oorlog in Oekraïne en wat het betekent voor onze economie. Maar het gaat veel dieper. De ellende in onze samenleving is groter en al vele jaren. En ik geef complimenten voor de omvang van het kabinet. Of voor de omvang, ja, ook van het kabinet, minus één minister. Laat ik gelijk die vraag stellen, wanneer zijn jullie weer compleet? Maar ik geef complimenten voor de omvang van het koopkrachtpakket voor 2023. Maar wat mij opvalt, is dat het eigenlijk vrij rigoureus stopt in 2024. En ik wil vragen of jullie morgen het kabinet morgen kan laten zien hoe de armoedecijfers er dan in 2024 uitzien. Want er wordt weer alles gedaan om in 2023 zo goed mogelijk te doen, maar er komt nog een jaar daarna en nog een jaar. En ik vind dat we niet die hete aardappel vooruit moeten schuiven naar volgend jaar. En wat als de inflatie hoger wordt? 1%, 2%, 3%, wat gebeurt er dan? En wat nou als we volgend jaar denken, we moeten ingrijpen? We willen graag dat er toch een extra geld gaat naar de mensen die de zorgtoeslag ontvangen. Dat wilden we afgelopen jaar ook. Toen kon het niet. Is nu alles in het werk gezet om ervoor te zorgen dat het volgend jaar wel kan? Dat we niet weer machteloos staan en aan Nederland moeten vertellen, sorry, we zien jullie zorgen, maar we kunnen niks doen. Het kabinet is stuurloos. De premier probeert op zijn telefoon de route te vinden, maar ik denk niet dat hij daar veel succes heeft. En er zijn een aantal redenen waarom het komt dat er geen koers wordt gekozen. De eerste is, het contact met de samenleving is verloren. De bestaanszekerheid stond al onder druk. En als je het werkelijk durft te zeggen, we gaan collectief aan welvaart inleveren. We kunnen niet alles compenseren. Dan heb je niet begrepen welke boodschap er nodig is om onze samenleving bij elkaar te houden. En dat deed me denken aan Marie Antoinette. Althans, de overlevering zegt dat ze in haar paleis naar buiten keek. En dat ze vroeg aan haar bediende, waarom zijn de mensen boos? De mensen hebben geen brood. En ze antwoordde, maar waarom eten ze dan geen cake? Het kabinet is toondoof geweest voor de zorgen van mensen. En dat is verwijtbaar. Een tweede reden is dat het ontbreekt aan het vermogen om de wereld te zien zoals die nu nog niet is. Om los te breken uit de dogma's waar we heel lang in hebben geloofd. Dat de vrije markt altijd de beste uitkomst geeft. Daarom heeft het in mijn ogen zo lang geduurd dat dat energieplafond er is gekomen. Tot 2 weken geleden werd er namelijk nog gezegd, en dat is dat ideologische verschil, het is een te grote inbreuk in de markt. Ik heb alle beslismemo's die er maar zijn over dat energieplafond gelezen, ook die van Maart. En de argumenten zijn voortdurend, we moeten niet ingrijpen, want het is te diep ingrijpen in de markt. Hadden we dat nou maar eerder gedaan? Over dat energieplafond. Ik ben blij dat het er komt, maar ik heb een aantal vragen. Waarom is er gekozen voor de grenzen die er nu zijn? Op deze manier zijn mensen, en collega's hebben het al gezegd, die in grote, iets grotere tussenwoningen, slecht geïsoleerde huurhuizen wonen, worden niet geholpen. De prijs van elektriciteit is onverklaarbaar op een hoog niveau gezet. Terwijl we willen dat mensen elektrificeren. En als ze het al hebben gedaan, door bijvoorbeeld een warmtepomp te nemen, dat ze er voordeel van hebben. En hoe zorgen we ervoor dat de energiebedrijven eerlijk worden gecompenseerd? En dat betekent dat ze een eerlijke prijs krijgen die ze verdienen, maar ook niet meer dan dat. We hoeven niet mee te werken aan de overwinsten voor deze bedrijven. Voorzitter, we moeten af van het paniekvoetbal. We moeten richting geven aan Nederland. Het land weer opbouwen als een kathedraal. En ik zie 3 pilaren voor me waar we aan moeten bouwen. Het eerste is dat we de publieke sector weer in publieke handen moeten brengen. Hoe vaak zijn we niet gewaarschuwd? Onder andere door Herman Tjenk Willink. Die zegt, de politiek, de mensen in het land kijken naar de politiek om problemen op te lossen. Die kijken ernaar om zich beschermd te weten. En hoe vaak is hier niet gezegd in deze Kamer, we kunnen niet ingrijpen, want de woningmarkt.
En daarom moeten we ervoor zorgen dat de energievoorziening en de zorg en het onderwijs en de kinderopvang en de woningbouw, dat we er weer grip op hebben als parlement. Want wij zijn de volksvertegenwoordiging. Dat als mensen naar de politiek kijken om problemen op te lossen, dat het ook kan. Ik wil graag dat de minister-president hierop reflecteert. Is hij het hiermee eens? Welke stappen kan ik van het kabinet hierop verwachten? En ten tweede, als tweede pijler, moeten we onze welvaart eerlijker delen. De belofte van onze democratie is dat iedereen kan meedoen. Kan meepraten, meebeslissen en uiteindelijk dat we de welvaart eerlijk verdelen. En ik zie dat het kabinet echt wel een aantal dingen doet om vermogenswaarde te belasten. Maar als je weet dat de rijkste 1% van Nederland tot de helft minder belasting betaalt dan de armste helft van Nederland, dan gaat er iets mis. En dan moet je niet tevreden zijn met een paar aanpassingen in de vermogensbelasting, dan moet je verder doorpakken. En dat zie ik niet gebeuren. Waarom komt er geen miljonairsbelasting? En het minimumloon wordt verhoogd, dat is fijn, maar voor nu eigenlijk nog niet fors genoeg. En ten derde, we moeten bouwen aan nieuwe veiligheid. We komen nog maar net uit de pandemie en sommigen zeggen dat we er nog in zitten. En in die pandemie hebben we met elkaar onwijs veel debatten gehad over medicijntekorten, mondkapjes en dergelijke. En het gaat nu veel over Oekraïne uiteraard, maar laten we kijken naar die andere bedreigingen. Wat als China Taiwan binnenvalt? Daar staan de grootste chipfabrikanten van de wereld. De olie droogt er niet op, maar we hebben geen chips meer. Dan bedoel ik niet die zoutjes, maar wat in je telefoon zit. Dat zou een catastrofe zijn voor onze samenleving. En mijn vraag aan het kabinet is, wat is er de afgelopen tijd gebeurd om ervoor te zorgen dat als dit scenario zich voltrekt, waarvan we het niet zeker weten, dat we hier in Nederland en Europa de boel op orde hebben. Dat we niet afhankelijk zijn van China voor onze medicijnen. We moeten klaar zijn. En de allergrootste bedreiging die we hebben is klimaatverandering. Kijk, of een ander land invalt, dat weten we niet zeker. Maar één ding weten we wel zeker, klimaatverandering is een feit. En klimaatverandering zorgt ervoor dat alles verandert. En dat zeg ik niet alleen, als leider van de Groene Partij, dat zegt het Pentagon ook. In het fantastische boek All Hell Breaking Loose van Michael Clare heeft hij het erover hoe klimaatverandering nu als een van de belangrijkste speerpunten van het Pentagon wordt behandeld. Omdat ze daar zien wat klimaatverandering betekent aan humanitaire catastrofes en aan accelerator voor allerlei conflicten in de wereld. En het betekent dat de internationale aanpak van klimaatverandering op de top van onze agenda moet staan en dat we ons eerlijke deel moeten doen. Dat betekent dat we niet terug moeten komen op afspraken over fossiele exportsubsidies. En het betekent dat we in Nederland ons eerlijke deel moeten doen. We lopen achter. We doen niet wat we hebben afgesproken. En dat is onacceptabel. En ik verwacht van het kabinet morgen de toezegging dat er voordat we de EZK-begroting hier in de Kamer behandelen, dat er een aanvullend pakket komt om ervoor te zorgen dat we de doelstellingen wel halen. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Misschien kunt u eerst afronden. Ja? Dat kan. In december is het 12,5 jaar dat ik in de Tweede Kamer zit. En er wordt mij wel eens gevraagd, hoe hou je het vol in die slangenkuil? De berichtjes kreeg ik net ook alweer binnen, na het, alles wat we vanavond hier hebben gezien. En eigenlijk heb ik daar maar een heel simpel antwoord op. Wij hebben hier met z'n allen het allermooiste beroep van de wereld. We zijn volksvertegenwoordigers. En het is fantastisch en al die jaren nog steeds een grote eer. En we staan hier op de schouders van reuzen. En we mogen hier aan iets werken wat groter is dan wijzelf. Aan idealen waarvan we de verwezenlijking misschien nooit zelf zullen meemaken. Maar waarvan het toch het waard is om iedere minuut van de dag voor te knokken. Dankjewel.